Het behangpapier is helemaal terug van weg geweest. Ja. Al een tijdje, maar hyper dan ooit eigenlijk. Mm-hmm. Er is veel mogelijk tegenwoordig, hè? We hebben 3D-behangpapier of papier met verschillende materialen waar je heel speciale lichtinvallen mee kunt creëren en dieptes. Ja. Is dit 3D? Dat is een voorbeeld van een 3D-behangpapier. Ja? Dus dat geeft echt een hele mooie textuur op je muur en dat is heel populair voor de kinderkamers of voor in een hip interieur. Waarom is dat zo populair voor kinderkamers? De actieve jeugd die wil een hippe kamer. Wat is ook ontzettend dik, merk ik. Dat is al geen stukje papier meer. Nu, dat is ook ten voordele van de ouders. Het is een akoestisch papier eigenlijk. Ha, dus het vangt veel overlast op. Ja. Grote motieven, is dat nog in? Zeker, we hebben hele grote retromotieven. Mm-hmm. De retromotieven zijn helemaal terug in. Dit is een iets klassieker motief, maar een groot motief in een vintage interieur, ja, bijvoorbeeld. De Marimekko ronde cirkels, de bloemen, dat is zeker en vast helemaal terug, ja, in.